morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. Ja. Hey, ik had ook in mijn uploadschema de vorige keer gezegd, weet je wat, we gaan een wekelijkse vlog fit doen. En ja, bij deze, woensdag is het weer vandaag, dus vandaag gaan we ook weer lekker een vlog opnemen. Hey, ik wil als eerste jullie even een klein filmpje laten zien, een heel klein stukje. Waarschijnlijk heb je hem al gezien, maar dan zien we hem nog een keer. Dat is niet zo heel erg, want hij is echt geweldig. Komt-ie. Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag, ja, vandaag even deze, ja, vlog fit. Want, ja, er zijn wat problemen met de computer op dit moment. En druk met werk. En ik wou even doorgeven dat morgen, ja, komt de nieuwe Toon Man Army samen met de... Ja, hier is Fitchy weer. Komt weer online. En, dat wou ik jullie even gewoon even doorgeven. Dus ik, zeg natuurlijk zoals altijd... Later! Ja, hij is echt heel erg leuk. Ja, vis. Dat was vis. Vis. Nou, vis. Ja, ik heb tegen vis gezegd. Vis, kan je voor mij alsjeblieft wat uploaden? Want ik heb voor vandaag niks. Dan kan je wel zeggen, Jeff, waarom doe je dat dan zelf niet? Nou, dat zal ik uitleggen. Ik zou met vis die dag Toon Man Army opnemen. Of tenminste, zouden we gaan uploaden. En dat hebben we ook gedaan. Alleen, ik was weer zo handig. Dan moet ik heel snel zeggen, ik, dan valt het niet zo op dat ik het was. Ik was niet erg handig bezig, want ik had de verkeerde bestand, geluidsbestand, dat ik had de stemmen opgenomen. Die zou ik dan naar hem toe sturen en een gameplay stuur ik naar hem toe. Dan ging hij hem renderen en dan konden we hem uploaden. Dat was eigenlijk de bedoeling. En ja, dat was niet helemaal goed gegaan. Maar ik vond het toch wel dat ik het heel goed heb gedaan. Natuurlijk zijn er nu gasten van, ja, het is ook wel leuk. En, ja, ik vind het niks. Ik kan het beter. Mooi, dan zoek ik jou. Neem mij eventjes op. Dat jij mij nadoet, doe een headset op, doe het geks, doe gewoon serieus of verzin wat, weet je. Heb je zoiets van, nou Jeff, ik kan jou goed nadoen of ik denk dat ik jou wel na kan doen of je maakt het gewoon grappig, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dan stuur dat naar mij toe. Dat doe je via WeTransfer. De link zet ik ervan in de beschrijving. Ook even mijn e-mailadres zet ik ook in de beschrijving. Kan ik gewoon daar naartoe mailen. En dan ga ik dat allemaal, al jullie video's, ga ik achter elkaar zetten. Daarbij zet ik dan een getal neer. En dan ga ik hem uploaden. Als ik hem dan geüpload heb, dan kunnen alle kijkers eigenlijk, die kunnen gewoon gaan stemmen op wat hij leuk vindt. Bijvoorbeeld Hekje 3, dat is iemand. Die vind je leuk. Geef je daar al, zet je gewoon in de reacties, Hekje 3. Je hebt dus iets van, nou, Hekje 10 vind ik veel leuker, want die doet het veel beter. Dan voel je lekker in Hekje 10. Je mag er ook 2 doen, weet je. Ik vind Hekje 3 en Hekje 10 leuk, dat mag ook. Maar dat moet je zelf maar even bekijken. Ga nou niet meteen met z'n allen massaal allemaal dezelfde aanklikken, want dat schiet natuurlijk ook niet op dat iedereen, hè. Wat kan je winnen? Je kan een duweltje met mij winnen. Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Je hebt niet eens een kanaal nodig. Ik bel je gewoon op via Skype. Skype kun je gewoon downloaden tegenwoordig op je telefoon. Dan bel ik je op en dan kunnen we dat gaan doen. Wat je ook kan doen, je kan het natuurlijk gaan opnemen met een webcam zoals ik het nu doe. En daar heb ik meteen een tip voor. Want vaak zie je ook gewoon mensen die gaan dan zo zitten. Ja, en dit is een vlog en weet je... Die kijken de mensen niet aan. Je moet echt gewoon in de lens kijken van, nou, hallo, weet je. En dan is het gewoon voor jullie ook leuk om naar te kijken. En als ik nou zo ga zitten praten, ja, dan hebben jullie ook zoiets van, nou, Jeff, tegen wie lul je nou? Dan lul je tegen de televisie of heb je tegen mij? Of... Kijk, en als ik je aankijk, dan is het veel persoonlijker, vind ik. Daar heb ik een tip voor. Ik heb hier al een, het is een knijper. Het is zo'n haarknijper eigenlijk. Je kan ook gewoon een normale knijper gebruiken hoor. En wat je eigenlijk doet, je neemt gewoon een make-up spiegel van je vriend. Of van je vriendin of zo natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook van je moeder. Jat dat ding gewoon ergens uit de la vandaan. En wat doe je dan eigenlijk? Je plakt deze, plak je gewoon op dat spiegeltje. Plak je hem er gewoon op. En die haak je dan op een gegeven moment. Even kijken of dat gaat zo. Ja, die haak je op je beeldscherm of waar je... waar je camera op staat. En die zet je er gewoon naast neer. Kijk, want nu kijk ik gewoon recht in de lens. En als ik dan in het spiegeltje kijk, dan kijk ik zo. Dan is het ook gewoon net alsof ik in de lens kijk. Maar dat is beter dan dat je zo naar een scherm zit te kijken. Dat is in ieder geval even een vlogtip die ik met jullie wil delen.
Ik heb het nog niet gedaan. Hoe maak je die knijper in? Nou, wat? Nou, dat doe je gewoon. Oh, nou is die stuk. Nou, maar dat doe je gewoon natuurlijk even met dubbeltape of dubbelzijdig tape. Of je doet het gewoon even met lijm. Of je doet het gewoon met een beetje. Maar ze kinderen ook mee in elkaar lijmen. Dat zou ook nog kunnen. Nou ja, maar goed. Stuur gewoon, maak een videootje, stuur hem naar mij op. Je kan hem opsturen tot zaterdagavond. Kan je hem opsturen tot zaterdagavond aanstaande. Kan je hem opsturen tot een uur, tot 6 uur. Dus dan kan je hem sturen tot zaterdag 29ste is dat dan. Ja, dan kan je hem tot 6 uur, 1800 uur, kan je hem opsturen. Want daarna heb ik nog even de tijd om alle filmpjes achter elkaar te plakken en zo. En dan kan ik hem op zondag, ga ik hem dan uploaden. En dan kan iedereen mezelf stemmen. En dan kan je gewoon een leuke duo met me winnen. Zelfs als je geen kanaal hebt. Nou, lijkt me heel erg leuk, weet je. Nou, ik heb er nou al van zin in. En ja, ik moet even kijken. Even, je kijkt niet in de lens. Nee, dat klopt. Want we hebben natuurlijk ook een giveaway gedaan deze week. Oh shit, heb je hem gemist? Ja, dan moet je al mijn video's kijken. Dat had ik de vorige keer al uitgelegd. En ja, dan moest je een zin afmaken. Ik game veel in de vakantie, omdat... puntje, 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 puntje. Dan moest je een zin afmaken. Nou, er zijn zat mensen die hebben het gedaan. Maar helaas, ik kan er maar één prijs uitgooien. Dat is dit keer weer 800 Microsoft punten. Nou, dat is alleen maar mooi toch? 800 Microsoft punten, die gaan dit keer naar... Ja, die zit er wel in. Heb jij een naam met een erin? Heb jij misschien de winnaar? Jezus, dit is toch saai om naar te kijken? Oké, ik ga het gewoon zeggen dan. Hij gaat... naar Svenzer. Svenzer. Daar gaat de prijs naartoe. Svenzer. Hartstikke gefeliciteerd met je prijs. Voor deze week. Hè? Ja, deze week, deze maand. Ik mag hem maar één keer in de maand mag ik het eruit gaan gooien. Svenzer, ik ga jou een mailtje sturen. Of gewoon een privéberichtje via YouTube. Daar moet je gewoon even op reageren van mij. En dan kan ik jouw gegevens toesturen naar Xbox Totaal. Zodat zij naar jou de punten kunnen sturen. Dit gaat niet meteen morgen gebeuren of overmorgen. Dit gebeurt aan het einde van de maand. Ze gaan ook giveaways geven ze er ook uit op Facebook en zo. Dus dan gaan alle giveaways tegelijkertijd gaan ze eruit. Ook moet je even een naam achterlaten. Hoe je genoemd wil worden op Facebook en zo. Je kan je echte naam zijn. Het kan ook een YouTube kanaal, kanaalnaam zijn. Dat mag ook. En... ja, alles is te lezen in die mail. Ik ga jou gewoon die mail sturen. Svenzer, gefeliciteerd. En dit wordt allemaal mede mogelijk gemaakt door mijn sponsor natuurlijk, door xboxtotaal.nl. En ja, het is gewoon de goedkoopste in gamerkaart. Aha, echt waar. Oké, nou dit was alweer de vlog van deze week. Vergeet natuurlijk niet even een videootje toe te sturen. Laat je moeder je gewoon filmen. Of je vriendin, of je vriendje, of je buurman, opa, oma, tante, neef, nicht. Weet ik veel. Hè? Neem het gewoon op. Saai. Op een webcam. Zelfs ik. Dat kan natuurlijk ook. Nou, maar goed. Jullie snappen de bedoeling. Doe gewoon mij na. Doe gewoon wat geks. Gebruik je fantasie vooral. En ja, misschien win jij met mij wel die duel. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. Dan spreek ik jullie later. Ciao. Hij is goed hoor. Stop.